Bo Bensnijder en RW Racing gaan, als het even lukt, in 2019 en misschien ook wel in 2020 samenwerken. Bo bij een Nederlands team. Dat zou geweldig zijn, Steven. Ja, dat denk ik ook. Met RW en Janos hebben we natuurlijk altijd goed contact gehad. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat er nu de mogelijkheid is om een Nederlandse rijder bij een Nederlands team te krijgen. Jarno Jansen, een gezamenlijke inspanning om dat budget bij elkaar te krijgen. Dat klinkt heel makkelijk, maar er moet denk ik heel veel gebeuren. Ja, er moet heel veel gebeuren. Natuurlijk is het altijd zo, tenminste, dat de rijders vaak een budget bij zich dragen in de vorm van een sponsor die ze zelf meenemen. Alleen, we hebben dat, we kunnen hier op dit moment niet op terugvallen. Dus we moeten dit samen gaan doen. En vandaar ook dat we hier samen zitten om natuurlijk een gezamenlijke actie op te starten om dat budget te zekeren. Een gezamenlijke actie om dat budget bij elkaar te halen. Via racesport.nl kunnen de lezers, de kijkers dat ook volgen. Maar dat is denk ik heel belangrijk, dat mensen weten waar dat geld naartoe gaat. Hè? Natuurlijk is dat heel belangrijk. Hè? Zoals je weet zijn er in onze sport hele grote budgetten nodig. Maar we willen daar ook in heel transparant zijn naar ieder die een gift doet. En we willen dan ook openheid in zaken geven. Ja. Bo Bensnijder bij RB Racing, dat is natuurlijk voor het Nederlandse publiek geweldig. En jullie doen met zoveel woorden een beroep op het Nederlandse publiek, maar er zijn ook al heel veel acties door de mensen zelf aangekondigd. Dat moet wel gecoördineerd worden. Ja, er zijn toen uitkwam van dat er een intentieverklaring uit is gekomen dat we samen aan de slag willen gaan, zijn er via het social media meerdere opstartacties hebben plaatsgevonden. Allemaal super goed bedoeld, maar ik denk het meest belangrijke is dat we dit centraal via racesport.nl op gaan pakken. Jarno, nu kan het ook zijn dat er niet alleen individuele personen zijn die zeggen ik wil Bo helpen, ik wil RW helpen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er bedrijven zijn die zeggen van dit is voor mij nog net even dat ik ga sponsoren. Die gaan natuurlijk niet via zo'n crowdfund actie, die kunnen zich ook via Racesport bij het team melden. Ja, zeker. Heel graag zelfs. Zoals iedereen zal begrijpen, hebben we natuurlijk de afgelopen dagen echt niet stilgezeten. En iedereen heeft echt heel hard gewerkt. En alle instanties die bij deze sport betrokken zijn, hebben eigenlijk hun medewerking toegezegd. Alleen het budget is nog niet rond. We kunnen daarom ook nog niet zeggen van we gaan dit doen. Dus ik roep gewoon iedereen op om zich te melden via racesport.nl. En alle beetjes helpen. Nu is het vreselijk ambitieus. Komend weekend is Silverstone. De MotoGP race. Bo rijdt daar. Jullie rijden daar. Jullie hebben van tevoren gezegd eigenlijk moeten we maandag wel weten waar we aan toe zijn. Dat lijkt me wel heel erg ambitieus. De reden waarom dat we dat hebben gezegd is eigenlijk omdat, dat is ook bekend, we een aantal coureurs eigenlijk in de wachtrij hebben gezet door dit samen te gaan doen. Maar we merken nu wel dat maandag misschien heel vroeg is. En ik kan dus op dit moment niet zeggen dat we maandag ook met iets naar buiten zullen komen. Het positieve daarvan is dat we echt serieus echt serieus hiermee aan de gang zijn. En we moeten gewoon zorgen met z'n allen dat dit gaat lukken. Dus het kan zijn, Steven, dat maandag te vroeg is, maar Bo zal niet zonder overleg met RW iets anders doen en RW zal niet zonder overleg met Bo wat anders doen. Dat is die intentieverklaring, moet ik het zo zien? Ja, precies. Ik bedoel, we zijn er allemaal 100% achter om dit te laten slagen. Maar nogmaals, wat Jan ook zegt, daar hebben we echt de steun voor nodig. En daarbij ook dus de oproep van naar iedereen toe om hier aan mee te denken, mee te helpen en zich aan te melden. Volgend jaar Bo bij RW. RW heeft Bo. Ik zeg ja.